Dit zijn maden. En ik heb ze niet allemaal een naam gegeven, maar deze hier, die is de hele tijd ruzie aan het maken en die heet Albert. Nou, het leuke is, maden die kunnen dus iets wat dokters niet kunnen. En je gelooft het bijna niet, maar om dat te laten zien, moet je deze maden in een open wond leggen. En dan moet je opletten wat er gebeurt. Dokter Cassander is vaatchirurg. Zij weet alles van de grote slagader tot de kleinste bloedvaatjes in de huid. En dus ook van wonden. Dus we gaan nu naar een patiënt toe, die heeft een open wond. Ja. En daar gaan we maden in doen. Ja, absoluut. Ja, daar is hij. Goeiedag, dokter Cassander, vaatchirurg. Hallo. Hallo. Rachel. In de meeste gevallen geneest de wond vanzelf. Daar zorgt het bloed voor. Maar wanneer er weinig of zelfs geen bloed bij de wond kan komen, kan de wond niet genezen en gaat ontsteken. Dat kan erg vervelend zijn. Mijn gaasje op de wond. Nou, hier zie je de wond op de wrijf. Je ziet dat er hier wat geel en ook zelfs een klein beetje zwart weefsel is. Dat weefsel is niet goed. En wat ik eigenlijk wil is dat die wond helemaal los wordt. Ja. Heeft u er last van de wond? Jawel, ja? Dat is wel pijnlijk. En hoe lang zit de wond er nu al? Sinds ergens midden april. Ja, 2,5 maand. Ja, en we zeggen eigenlijk dat zo'n wond, als die ontstaat, binnen 3 weken moet je zien dat die gaat genezen. Ja. Misschien is dit nou een goede wond voor maden. Hier zijn ze. Ja, dankjewel. Nou, ze worden in de koelkast bewaard, hè, dat ze niet te veel groeien. Ze moeten natuurlijk wel levend aankomen, maar ook niet te groot zijn, want ze moeten hun werk hier gaan doen. Ja, weet je wat ik zo gek vind? Want het klinkt zo middeleeuws. Het is ook een hele oude therapie, maar ook wel weer een hele moderne. Ja, je kan het zelfs in de Bijbel terugvinden. 80 jaar geleden is het echt in het ziekenhuis door een professor in Amerika geïntroduceerd. Toen werden kinderen behandeld met botinfecties. En die zei, je moet je zorgen dat die maden zonder bacteriën gekweekt worden. Steriele maden, schone maden. En sindsdien noemen we het schoon. Nou, dit zijn ze. Ze krioelen eigenlijk door het zakje. Ze hebben voldoende vocht gehad. Dat komt door dat schuimblokje wat je ziet zitten. Daar zit ook wat vocht in. En dat hebben ze ook nodig en ook de komende dagen. Hoeveel maden zijn het? 50. Wil jij misschien een handschoentje aantrekken en mij even helpen? Ja, dankjewel. En hoe werken die maden? Want eten ze gewoon door dat zakje heen? Nee, ze scheiden bepaalde stofjes uit. Madenzweet of madenpoep. En die zorgen ervoor dat de ontsteking geremd wordt van de wond. En dat de wond schoon wordt. En kriebelt het? Nee, die zijn nog veel te klein. Oh, maar als ze groter worden, dan gaan ze kriebelen? Ja, die worden tot 2 centimeter groot. Na 4 dagen zal de wond veel schoner zijn. Dan ziet het er ongeveer zo uit. En de maden hebben zich dan flink volgegeten. Nee. Ze feesten gewoon op je wond. Ja. Nou, ja. Het is wel een gek idee. Voor sommige mensen is het toch wel een stap om te zeggen, maden op mijn wond. Maar het is een mooie therapie en we hebben er veel onderzoek naar gedaan. En het werkt. En daar gaat het om. En dan zie ik u over een dag of 4. Veel plezier met de maden.